Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Op dit moment is Jordi op school. Heb ik boven gepoetst. Papa is thuis, want papa gaat dadelijk met mij mee. Ik durf niet mijn auto te rijden en ik heb controle. Dus ja, hè. Liam die zit daar. Die zit even een filmpje te kijken. Heeft net zijn fruitje op. En die gaan we zo even aankleden. Ik ga mezelf even klaarmaken voor het ziekenhuis. En dan kunnen we gaan. Jee. Ga jij je kindje zien? Tenminste, hoop ik. Ja, het is al even geleden dat ik een echo heb gezien. Ja, inderdaad. Live. Ja. Dus, dat gaan we doen. Ik ga mij klaarmaken. Niels en ik die zijn even aan het eten. En Liam wilde dus niet meer slapen. En we hadden dus een tomatensoepje. En Liam, die dus daar ook, hè. Lekker, hè, tomatensoepie. Nam 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 nam. Mijn papa mag knoeien, hè. Nam 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 nam. Hij gaat nog even wat tomatensoepje krijgen. En dan hoop ik dat hij daar toch wat nog even gaat slapen. Maar we gaan het zien. Papa. This hospital requires a medical eval every 2 years. I passed my last exam. Nou, gaat hij knuffelen. Waar is papa, Liam? Waar is jouw papa dan? Waar is papa? Daar is papa! Nou, Liam in bed gelegd. Niels is Jordi gaan halen. Liam slaapt nu. Die laat ik nog heel eventjes slapen. Dat hij een uurtje slaapt ongeveer. Jordi is ook weer thuis. Die heeft zijn drinken al op. En die is nu Boomba aan het kijken. En de muur aan het kussen. Dus. Hallo. De muur hoeft niet gekust te worden. Nee. Ja. Even Boomba aan het kijken. Even acclimatiseren. Dan kan ik zo dadelijk weer een luier doen. Want ik hoor alweer scheetjes. Dus hij zal weer iets fabriceren voor mama. En Nielsie is heel eventjes een speelgoedje halen voor Jordi. Jordi heeft de boerderij. En ja, die is gewoon op aan het raken. Dus... we hadden via Marktplaats hadden we nieuwe gevonden. Of ja, nieuwe. Tweedehands. Want deze zijn dus niet meer te krijgen. En ik had er twee. En eentje is er spoorloos verdwenen. En wij kunnen hem niet meer terugvinden. Dus ja, hij krijgt een andere. Want ja, dat is toch wel een van zijn speeltjes waar hij rustig mee wordt. Dus hij heeft er twee. Een autootje en een... ja, die boerderij dan. En die autootjes heb ik ook besteld. Die komen ook van de week binnen als het goed is. Dus die waren nog wel te bestellen bij Amazon. Maar volgens mij is dat Duits. Dus we gaan het even afwachten welke taal het is. En anders spreekt mijn kind ook Duits. Dus ja. In ieder geval, ik ga heel eventjes verder hier. En dadelijk eten koken, dat soort dingen allemaal. Want het is alweer... 4:30, dus ik moet mijn vlees uithalen en alles. Eten vrij simpel, aardappels, vlees en groenten gewoon.
Dus ik hoef niet zo super veel te doen. We zijn een beetje aan het opruimen hier. En ik zit heel even op een stoel. Niels is aan het opruimen. We zijn bijna klaar hoor. Daar kan ik even stofzuigen en dweilen. Dan is het weer klaar. Maar Niels die is eventjes voor Jordi straks ook op pad geweest. Want Jordi heeft een kiekeboe boerderij. En ja, die had, die is gewoon eigenlijk overleden. En zoals ik straks al zei, we hadden er twee. Maar ja, die tweede kunnen we dus nergens meer vinden. Dus nu hebben we er weer twee. Dus we gaan kijken of dat die batterij nog vervangen kan worden. Maar ik denk dat die gewoon echt overleden is. Ik zal even laten zien wat status is van dat ding. Dit, ja, zo hoort hij te zijn. En zo is dat ding van Jordi. Is helemaal afgeknauwd en gedaan. En hij zou het moeten doen. Want batterijtjes zijn niet zo heel lang geleden vervangen, toch Niels? Nee. Dus ja. Ik denk dat hij gewoon weg overleden is. Maar dan heb je deze. En die doet het gelijk. Dus hij heeft hier een speeltje waar hij even mee vooruit kan. Ik hou Marktplaats in de gaten om te kijken of dat er in de buurt nog een keer zoiets te krijgen is. Want ja, hij is gewoon gek op die speelgoed dingetjes. En ja, daar wordt hij gewoon rustig van. Dus vandaar dat we ook zoiets hadden van, we willen dat eigenlijk nog een keer vervangen. Dus ja, we gaan kijken hoe lang hij ermee doet en of dat er nog iets op Marktplaats te vinden is. Want deze is niet meer in het gewoon te koop van VTech. Dus ja, yeah, nou, dat dus. Het doel is weer aan kant en we zijn straks toch naar het ziekenhuis geweest. Mm. Daar had jij een kindje gezien. En Liam had hem gehoord. Ja, die had hem gehoord. Hij hoorde allemaal hartslagen en dat soort dingen. En we hadden een echofoto. Dit is de echofoto. Het is een voorhoofd met neusje en een mond. Ja. Lijkt een beetje op Bart Simpson. Ja? Ja. Alleen al zonder... Ja, dat denk ik wel, ja. Dat gaan we zien. Allebei onze kindjes zijn kaal geboren, dus het zou raar zijn als deze nou kroeshaar heeft. Kroeshaar? Ben je wel helemaal lekker? Nee hoor, het is gewoon Niels' kind hoor, dat doen we niet aan. Maar over zwangerschap gesproken. Deze week doe ik nog vloggen. En dan ga ik eventjes in de pauzemode. Sabbatical. Een sabbatical. En het is niet zo dat ik niks film. We blijven gewoon even filmen. Maar het gaat later pas online komen. Ik wil gewoon heel eventjes mij gaan concentreren op huis gewoon klaar hebben voor de baby. Met de kindjes even nog genieten de laatste periode. Dat ik nog samen ben, zeg maar, met hun twee. En ja, dat is eigenlijk wat ik... nog even wilde melden. Ik heb nog iets te melden. Ik had gezien dat wij over de 100 abonnees hadden, Niels. Jee. Ja. Dat is toch leuk dat we gevolgd worden. Ja, ja, superleuk. Ik had het niet verwacht. Weet je wat het is? Wij doen dit ook omdat we dit leuk vinden. En het is niet zo dat wij Jordi willen uitbuiten of zo. Nee, wij willen dit gewoon om te laten zien hoe dat wij... met een kindje met Down leven. Dat het ook gewoon normaal kan zijn. In de zin van normaal. En ja, dat is iets wat wij toen de tijd misten. Vandaar dat wij dit ook begonnen zijn. Maar ik ga bijvoorbeeld niet vragen om likes of om abonnees of wat dan ook. Vind je het leuk? Abonneer gewoon gerust. Maar ik ga daar niet specifiek om vragen. Maar we waarderen het wel degelijk. Dus dat wilde ik ook nog even benoemen. Maar goed, wij gaan zo naar bed. En dan zie je in de volgende swipe zie je weer dat het ochtend is met een van de kindjes.
Een hele goede morgen. Vanochtend heb ik het hartstikke druk gehad. Het is alweer 11:30 geweest. Jordi die had echt pestzin en pesthumeur. Laten we het daarop houden. En de fysio was geweest omdat ze donderdag niet kon. En ja, daar heeft hij wel mee meegewerkt, maar ook niet zoals je wil natuurlijk. En nu zijn we een boterhammetje aan het eten, Jordi. Iemand. Je moet hem wel in je mond doen. Nou, hij krijgt dus brood. Liam ook. Liam krijgt ook boterhammen, hè? Ja, Liam ook boterhammetje. Lekker eten. Hè? Lekker schatjes van me. En dan gaan ze zo dadelijk één voor één weer naar bed. Dus, ja. Yeah. Zo werkt het nu eenmaal. Daar ben ik nu mee bezig. Ik heb eigenlijk de hele dag, of de hele ochtend, alleen maar geschreeuw, gezeur en zo gehoord van Jordi. Dat is niet erg, die dagen hebben we er ook bij, hè? Nou, de kindjes zijn naar bed geweest en ze zijn net wakker. Ja! Yeah. En mama had ook even geslapen, want mama had ook even zo'n moment. Dus hebben we allemaal even geslapen. Ja. En Liam heeft net een beetje fles gehad. Dat krijgt hij altijd 's middags. Die is ook weer blij. Jordi heeft zijn drinken alweer gehad. Ja. En dan krijgen ze daar nog even een koekie en zo. En nog wat drinken. En bla bla bla. En dan ga ik zo daar weer met eten beginnen. Want het is wel dadelijk weer etenstijd. Ja. Maar eerst nog even knuffelen. Liam heeft net zijn flesje op. Die gaat zo lekker slaapje doen. En Jordi krijgt ook zijn flesje. En die gaat dadelijk ook slaapje doen, hè? Ja. Heel lekker stukje. Daar heb ik ook jouw flesje. Of ook jouw bedje in, hè? Ja. En papa en Liam zitten nog even lekker uit te buiken. Want papa heeft een dikke buik van het gezeur van Liam. En Liam die moet uitbuiken omdat hij een volle fles heeft gehad. Als je daar slaapt ben je heel lief, hè? Kindjes zijn altijd lief om te slapen, papa. En Jordi doet ook lekker een flesje drinken, hè? Oh. Wat, mag je broer geen fles drinken? Wil je lekker happen? Ben niet moe, dat lijkt maar zo. Hè, knappe vent? Nou, wij gaan nog eventjes lekker kroelen met deze grote mannetjes van ons. En dan gaan ze lekker naar bed. Met grote, grote broer en grote broer. Ja, dat dadelijk uiteindelijk wel, ja. Hey! Hokjes vooruit, lipjes getuigd. Hey! Boom! Goed lopen. Goed zo, Joef aan de kant. Pas op, Jordi, je valt zo. Goed zo, Joef. Je kan helemaal naartoe lopen. Hallo! Hey Jordi! Nee, niet schat. Kindjes slapen.
Joef is vervelend. Joef. Altijd als we aan het filmen zijn, gaat ze vervelen. Yes. Mama is lekker gedoucht, papa gaat nog even douchen. Yes, en dan gaan we lekker naar bed. We hebben de box helemaal uitgezocht. Het kapotte speelgoed weg, het niet gebruikte speelgoed naar boven. En de lege batterijen van sommige dingen vervangen. Dus ze kunnen er weer tegenaan morgen. Ja. Kan Liam weer 5 minuten spelen en dan is het weer 1 grote rotzooi. Nou gaan we de vlog afsluiten. Yes. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.